Het is woensdag 12 februari. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Koningin Maxima pakt overgewicht aan. Rotterdamse lijsttrekkers staan achter bedreigde Marokkaanse van Wijnbar. En in Maassluis is de visserstrui weer helemaal hip. En hier alvast kort het weer, Ed Aldus. Donderdag zien we veel bewolking. Soms kan de zon even tevoorschijn komen, maar duidelijk minder zon dan vandaag. Vooral in de middag een enkele bui, een maximumtemperatuur van een graad of 8. En de wind neemt verder af tot matig, aan zee tot vrij krachtig. Een windkracht 5. Nou, of het wisselvallige weer ook de komende tijd aanhoudt, ga ik u straks vertellen in het lange weerbericht. Tot zo. Gisteren nog in Sochi bij de Olympische Spelen en vandaag alweer in Rotterdam. Koningin Maxima heeft vanmorgen het Centrum Gezond Gewicht geopend. Een samenwerking tussen het Erasmus MC en het Sint-Franciscus Gasthuis om het groeiende probleem van overgewicht aan te pakken. Ja, zeker. Groot fan van koningin Maxima, maar nooit in levende lijven gezien. Dus dit is de gelegenheid om even langs te komen. En waar vandaan bent u speciaal naar Rotterdam afgereisd om haar te zien? Gouda gekomen, dus dat valt nog wel mee. Maar ik geloof dat we haar daar zien. Voor de ingang van Museum Boijmans hebben zich al tientallen Maxima-spotters verzameld als de koningin arriveert voor de openingshandeling van het Centrum Gezond Gewicht. Gisteren zagen we er nog op de tribunes in Sochi en vandaag dus in Rotterdam. De twee oprichters voelen zich zeer vereerd. Daar zijn we natuurlijk waanzinnig trots op. En wat we vooral zo leuk vonden was dat ze ook heel specifiek was dat ze het programma wilde volgen en dat ze wilde komen luisteren. Dus niet alleen voor een mooie openingsmoment, maar ook om te komen luisteren. En dat is echt een opsteker voor ons. Overgewicht verdient ook royale aandacht. Want steeds meer mensen zijn te dik. Vooral in de grote stad en achterstandswijken. De cijfers zijn schokkend. 1 op de 3 kinderen is te zwaar. En in Rotterdam heb je het dan over 30.000. Dat moet worden aangepakt. En daarom ook dit centrum. Iedereen denkt van, we weten wel, moet je gewoon minder eten, meer bewegen. Ja, voor een deel is dat waar. Maar het ligt complexer. Allerlei genetische factoren, hormonen, sociale context, de psyche speelt ook allemaal een rol. En om daarop in te steken en dan per individu te kijken, wat zijn de bijdragende factoren en welke behandeling is effectief, dus een behandeling op maat, dat is waar we naartoe willen. Voor de burgemeester van Rotterdam is overgewicht een herkenbaar probleem. Mijn huisarts zei tegen mij, burgemeester, het gaat verkeerd. Te veel zitten, te veel eten, te weinig bewegen. En toen heb ik maar een coach in de arm genomen. Een meneer die mij 1,5 jaar lang gedrild heeft en de discipline heeft bijgebracht. En sindsdien doe ik het. Ik ben nu een kleine 3 jaar bezig en 25 kilo lichter. En als de burgemeester het kan, dan kunnen alle Rotterdammers het toch? De aanpak van het Centrum Gezond Gewicht moet dan ook echt gewicht in de schaal gaan leggen. Bij een schietpartij in een woning van een flat in Schiedam is gisteravond een 26-jarige bewoner om het leven gekomen. Volgens de politie gaat het om de zoon van het gezin. De schietpartij in de flat in de Van Heuven-Goedhartstraat gebeurde rond 9:30. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen toen de hulpverleners net ter plaatse waren. De politie heeft nog geen idee wie er geschoten heeft. En ook is nog onduidelijk wat de aanleiding is van de schietpartij. Eindelijk konden vandaag de bestelde trouwringen en gerepareerde horloges weer worden opgehaald bij juwelier Siebel. De failliet verklaarde juwelier heropende vandaag 12 van de 36 winkels, tot in ieder geval 1 maart. En ook die in de Rotterdamse Koopgoot was vandaag weer open. U komt net in Siebel uit. Wat heeft u opgehaald, weggebracht? Horloge. En dat is keurig afgehandeld. En ik heb er vertrouwen in gehad dat dat goed zou komen. En als het niet zo zou zijn, ja, dat is overmacht. Op 17 januari sloot juwelier Siebel haar deuren. 4 dagen later werd het bedrijf failliet verklaard vanwege tegenvallende verkoopcijfers. Het bedrijf werkt nu aan een doorstart en heeft tijdelijk een aantal winkels weer open gedaan. En daar werd op de eerste dag al flink gebruik van gemaakt. Nee, ik had nog een cadeaubon, dus ik heb nu snel wat gekocht voordat het dicht gaat. Ja, je dacht, ik verzilver hem snel, dan heb ik er nog wat aan. Precies, ja, dat dacht ik inderdaad. Ik hield het in de gaten, dus ik kan gelukkig nog inruilen. Inwisselen kan dus nog wel, maar nieuwe cadeaubonnen worden niet meer verkocht. Na 1 maart moet duidelijk worden of de juweliersketen een definitieve doorstart kan maken. Ze staan vaak lijnrecht tegenover elkaar in verkiezingstijd, maar gisteren kwamen alle Rotterdamse lijsttrekkers eensgezind naar de nieuwe wijnbar Uva Dolce om steun te betuigen aan de Marokkaanse onderneemster.
Ze werd afgelopen week na een interview in Metro meerdere malen met de dood bedreigd door mensen die haar als een afvallige moslim beschouwen, omdat ze alcohol schenkt. En dat is voor de lijsttrekkers onacceptabel. Dit is natuurlijk wel echt een gebeurtenis waarvan we echt allemaal zeggen, dit kan niet. Hè? Geweld tegen een ontzettend ondernemende dame. Alle lijsttrekkers, maakt niet uit van welke partij, geven een signaal af, deze idioten krijgen nooit hun zin. Punt. In Rotterdam gaan we voor de vrijheid en niet terug in de tijd. Elu Akiyat zelf wil liever niet meer op de bedreigingen ingaan. Zij voelt zich overvallen door alle ophef en wil het zo snel mogelijk achter zich laten. Er is genoeg gepraat over deze, over het Marokkaans zijn en religieuze achtergrond. Het gaat hier om de Weimar en niet om geloven en politiek. Daar is deze bar niet voor. Daar heb je het kabinet voor. Ja, ook in de Tweede Kamer zal binnenkort gesproken worden over deze zaak. De PVV heeft namelijk Kamervragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie over de dreigementen aan het adres van de Rotterdamse. En straks de laatste mode in Maassluis, de visserstrui. Ja, hij moet een beetje strak, omdat je dan het patroontje beter kan zien. Het is in die zin, het motief is een visgraat. En je kon ermee doen en laten wat je wil als de visgraat er maar in zat. Nou, dat dus straks. Maar eerst de inwoners van het Dordtse Wielwijk. Die hebben vandaag actie gevoerd. Ze maken zich zorgen over de verkeerssituatie op het kruispunt van de Karel Doormanweg en de Kotterstraat. Want die is volgens de bewoners levensgevaarlijk. Hier staat een mevrouw met een auto te wachten. Ook op dat verkeer. En mevrouw en ik steken met de fiets over. Die mevrouw ziet wel. Die mevrouw ziet niet mij. En toen was het. Boom. En dan lag ik lang uit op straat. Meneer Scheen kwam er vanaf met een gebroken arm. Maar op dit kruispunt worden vaker fietsers aangereden. De wijkbewoners zijn bang dat het een keer echt goed misgaat. En dus wordt er actie gevoerd. En overhandigt initiatiefneemster Nel Gabriels bijna 600 handtekeningen aan de wethouder. De auto's die uit de straat komen, die kijken dan links en rechts en die zien de fietsers niet. En ja, dan houdt het gewoon op. Dan worden ze aangereden of wat dan ook. En ja, dat moet gewoon veranderd worden. Want dit is gewoon een heel verkeerde opzet geweest volgens ons. Ja, ik vind het zelf ook niet meer zo prettig om daar over te rijden. Ja, maar ik moet ook naar school. Dus daarom, ja. Goed uitkijken. Ja. Eind vorig jaar paste de gemeente de verkeerssituatie op dit punt flink aan. En sindsdien gaat het dus regelmatig mis. De oplossing om het kruispunt veiliger te maken ligt al klaar. Maar er is geld nodig. Het is echt een kwestie van ongeveer 200 meter asfalt wat er nodig is om een twee richtingen fietspad te maken. En het aanpassen van het kruispunt verderop. De plannen zijn uitgewerkt, maar het is ook in het onderhoud van onze wegen blijven liggen. Daar hebben we achterstand. We weten dat het beter kan, maar het is een centenkwestie. Moeten er eerst doden vallen? Ja, het is cru gezegd. Maar moet dat dan eerst? Ik zeg, je moet het voorblijven. Je moet het gewoon eerst. Hè, je moet het eerst helemaal in orde maken. En dan pas kan je zeggen. En er gebeuren allemaal wel eens ergens ongelukken waar het niet hoeft. Maar dit is juist heel voornaam. De komende dagen daalt de temperatuur ruim onder het vriespunt in het nieuwe Luxor Theater. De internationale voorstelling Het Zwanenmeer on Ice heeft namelijk zijn intrede gedaan. En met dit soort exclusieve voorstellingen hoopt het grootste Rotterdamse theater zichzelf weer te onderscheiden van alle andere theaters. Het gaat niet altijd om exclusiviteit, maar wel die ons gewoon op de kaart zetten. Die Luxor, die Rotterdam op de kaart zetten, daar doe je het voor. En dat wil je gewoon bereiken. Het publiek was jaren geleden heel blij met de musical. Nou, tegenwoordig doen we bijna geen enkele musical meer in het Luxor Theater. Moet je je voorstellen, een jaar lang Les Miserables, nu nul musical. Dus het is een heel andere vorm van aanbod geworden, ook bij ons. Hè. Noem ik maar even, Luxor is ook een soort winkel, een soort Albert Heijn. Met weer hele andere producten. En je bent toch weer op zoek steeds. Hoe kun je de verrassing, de beleving, het evenement erin krijgen? Het jongste voorbeeld van Luxor Nieuwe Stijl is de bevroren versie van het Zwanenmeer. Swan Lake on Ice vertelt Tchaikovsky's wereldberoemde verhaal van de liefde. Het podium in het nieuwe Luxor Theater is vannacht en de hele dag onder handen genomen. En de ijsmeesters zijn tevreden. It get on. Ik denk dat het publiek niet hoeft bang te zijn voor kou. Ik denk dat je alleen met spanning kunt kijken hoe ziet het ijs er in de pauze uit. Want wij staan hier nu even en wij horen heel duidelijk de schaatsers op het ijs bewegen. En ja, het is tegen de pauze denk ik dat het even weer wat anders is. Dan is het weer goed dat er rust komt. En dat weer wordt gekeken, even de machines weer wat hoger op.
Dan gaan we weer verder. Op 23 februari is de laatste voorstelling te zien van Swan Lake on Ice. En dat brengt ons gelijk even op dat andere Luxor Theater, dat oude. Wanneer is daar de laatste voorstelling voor de grote verbouwing? We zijn een beetje met de bouwer in gesprek om te kijken of we toch af en toe eens een verrassing kunnen doen. Dat we proberen bij onze tegenoverbuurman het Hilton gasten te mogen ontvangen. En dan stiekem de weg over, zeg ik wel, en dan weer verder. Maar 22 april is daar de laatste voorstelling. Ja. En voor de sport is Sinclair Bisschop helemaal klaar. Sinclair, vandaag hadden de spelers van Feyenoord een lekker dagje, want ze gingen lekker naar de bioscoop. Ja, want vanmiddag was de officiële première van de film The Other Side of the Heart is White. Dat is een film gemaakt door Feyenoord-fans over de beleving van de Feyenoord-supporter. En dus konden de spelers vandaag zien hoe diep het Feyenoord-gevoel bij vele fans is. Dit is een van de hoofdrolspeelsters in de film, Helene Mulstee. Zij is samen met haar zoon Sam een van de supporters waarbij in de film naar voren komt hoeveel ze van Feyenoord houden. Dat zit heel erg diep. Ja, klopt. Er is niks meer aan te veranderen. Ja, hoe is het zo gekomen? Ja, dat vragen heel veel mensen hoe is het zo gekomen, maar dat knalt er gewoon in één keer in. Op het moment dat je naar het stadion gaat en je maakt zo'n wedstrijd mee, dan bam. En jij, voel jij je een beetje een filmster? Een beetje, ja. Ja, hoe hebben al je vriendjes op school gereageerd? Nou, eerst hadden ze eigenlijk niks door, maar in groep 8 werd steeds meer. De film was onlangs al te zien op het Rotterdams Filmfestival. Maar vandaag was de officiële première en er staan nu al 66 voorstellingen gepland. Het idee van de film kwam van Leonardo Pansier. Ja, wat een ontvangst. Het is net echt, hè? Ja, even zo doen, weet je wel. Nee, maar het is leuk. Ja, tuurlijk. Ja, wat verwacht je er vandaag allemaal van? Ik hoop dat het goed ontvangen wordt door iedereen eigenlijk. Door de spelers, door alle mensen die hier aanwezig zijn. Vandaag tijdens de première was de gehele selectie van Feyenoord aanwezig. En ook oud-spelers en trainers waren in Pathé. De film laat veel emotie van de fans zien. Afgaande op de reacties na afloop van de aanwezigen is de film zeker de moeite waard om te zien voor de Feyenoord-fan. Ja, een film waar ik zelf kippenvel van kreeg. Ja, met name omdat je kan zien hoe supporters het eigenlijk allemaal beleven, hè? Ja, ze leven heel erg mee met voetbal. En dat kan je ook terugzien in de film. Dus het is heel mooi. Ja, we wisten ook wel ongeveer wat voor film het was. Maar dat het zo mooi zou zijn, dat denk ik, we hebben ons in team niemand verwacht. Het ABN AMRO tennistoernooi kwam vandaag een Nederlander in actie, Timo de Bakker. Hij verloor in 3 sets van de Fransman Gasquet. Dat is onder andere straks te zien in de 3e aflevering van Tennis Plaza na het nieuws. Dankjewel, Sinclair Bisschop. Het oude zusterhuis in het Oranje Kwartier in Schiedam krijgt een nieuw leven. Sinds 2008 staat het leeg en staat het te verpauperen. Zonde van zo'n mooi gebouw vinden veel mensen in Schiedam. En gelukkig ligt er nu een plan. Er komen zo'n 25 appartementen in voor ouderen die zorg nodig hebben. Ik heb er zeker een hele leuke tijd gehad. Dus gewoon veel contacten met je collega's. Veel meer als dat ik tegenwoordig zie dat de leerlingen dat met elkaar hebben. Greet Breeman ging in 1968 naar het zusterhuis in Schiedam voor haar opleiding tot verpleegkundige. Zusters in opleiding moesten in die tijd verplicht intern. Met z'n tweeën moesten ze in een klein kamertje. Maar voor Greet en een ander meisje was geen plek meer. En toen hebben ze ons in het naaikamertje gestopt. Dat hadden ze dan. En daar hadden ze een stapelbed ingezet. Ja. En een oude stoel stond er nog en een tafeltje. En dat was het. En als ik dan mijn bed inging, dan moest ik eerst op de stoel klimmen. Moest ik op de vensterbank klimmen en dan kon ik mijn bed in. Dus zo was ons eerste avontuur in het zusterhuis. Je was wel lenig. Ja, toen was ik heel lenig. Gelukkig wel, ja. Zo ziet het ziekenhuis er nu uit. Als je er doorheen dwaalt, is het moeilijk voor te stellen dat hier tientallen zusters leerden, lol met elkaar hadden en in hun kleine kamertje sliepen. Sinds een aantal jaar staat het leeg nadat het Vlieland ziekenhuis dat ernaast stond werd gesloopt. Eens was dit de buurt van het ziekenhuis dat maar bleef groeien. Het werd gebouwd omdat
Op de plek daarnaast, dat is nu niks meer van te zien, in 1919 is het gemeenteziekenhuis gebouwd aan de Nassalaan en de Knappertlaan. En daar verbleven ook zusters, maar nou ja, de gezondheidszorg groeide en groeide en het werd klein. En al jaren sprak men over een aparte ruimte om zusters in opleiding, maar ook gediplomeerde zusters, om ze daar te laten verblijven. Dus het staat nu meer dan 75 jaar op de plek waar het... Ja, zoals het nu vandaag de dag nog te zien is. Het is wat verwaarloosd op dit moment. Maar het is een prachtig jaren 30 gebouw met allerlei mooie combinaties van klassiek en moderne zaken. Dus met ronde vormen, leuke verspringende verdiepingen, mooie hallen en dat soort zaken. Dus een heel leuk karakteristiek gebouw voor Schiedam. Een karakteristiek gebouw voor Schiedam. Daar is de buurt het mee eens. We hebben ons altijd zeg maar, sympathiek opgesteld tegenover de plannen om het te behouden. En hebben we bijgezegd van, dan moet het wel een goede bestemming krijgen. Waar we in de buurt ook blij van worden. En die bestemming is er. Het plan is om er appartementen voor ouderen die zorg nodig hebben van te maken. Nou, je kunt hier, nou is dit natuurlijk nog een schetsplan, maar wel helder zien dat het oorspronkelijke pand... zoveel mogelijk bewaard blijft en eer hersteld wordt met wat renoveren van kozijnen en natuurlijk het vernieuwen van het dak, maar wel volgens het originele plan. In ere hersteld, maar waarschijnlijk niet met de oude regels van toen. Zoals om 11 uur 's avonds binnen zijn en geen bezoek van jongens. Nee, oh nee, dat was... En ja, dat heb ik ook eigenlijk niet gezien. Ik weet, mijn vriend... Nu mijn man, maar toen mijn vriend. Die is alleen op mijn kamer geweest toen ik daar wegging. Om daar spullen weg te halen. Zelfs mijn vader kwam niet eens op die kamer. Want mannen, dat was uit de boze. De hoop is dat over 2,5 jaar de appartementen klaar zijn. Bijna 70 vrouwen uit Maassluis zijn vanmorgen aan het breien geslagen. En niet voor een gewone wintermuts of een sjaal, maar voor de Maassluisse visserstrui. De originele van voor de oorlog. Helemaal volgens de oorspronkelijke patronen en de kleuren van toen. Deze twee eventjes in de gaten houden, die moeten omgedraaid worden. Ja, je moet andersom beginnen. Ja, dan wordt het zo, anders krijgt u dit. Een ideetje van de vrouw van de burgemeester en ze had wel wat belangstelling verwacht. Voor het breien van de originele Maassluisse visserstrui. Maar zo'n grote opkomst... Overweldigend, geweldig vind ik het. En Maassluis bestaat 400 jaar, dus we willen allemaal in een visserstrui lopen. Dat wordt nog wat. Ja, het kakelt heel wat af. Maar ja, vrouwen die kunnen weer ijverig bezig zijn. De goede kant moet 2 averecht, 3 recht zijn. En dan verspringen, iedere naald verspringen. Want voor de oorlog had elke vissersplaats zijn eigen visserstrui. Die van Maassluis was duidelijk herkenbaar. Dat is aan het motief dat hier ziet. Dat zijn visgraten. En dat was het motief wat Maassluis gebruikt. Als je nou op zee omkwam of er werd een visser spoelde aan, dan kon men aan de trui zien waar men vandaan kwam. En dan kon men zo het lijk dus naar die plaats toe sturen. Ze waren zo praktisch in die tijd. De wol had lanolin in het, schapenvet. Dus er kwam geen water door, er kwam geen kou door. Ook Beb van 92 Lentes Jong heeft het begrepen. Op naar huis en breien. Dan doe ik mijn gooiapparaat uit en is lekker slim in huis. En dan breien. Ja, gezellig. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op onze website rijnmond.nl. Nog een fijne dag verder.